Ik ben Bas Damsnijder, sportmarketing officer mountainbike van Shimano Europe. En vandaag gaan we de uitslag van de vierde en laatste ronde van de Moremo Challenge bekendmaken. Maar voordat we verder gaan met de individuele en teamuitslagen van de Amstel Gold Challenge, hebben we een primeur. We gaan hier het design van de Amstel Gold jersey en cap onthullen. Dit is het design van de Amstel Gold jersey van dit jaar. En ik heb de cap natuurlijk ook beloofd. Dus die hangt hier ergens. Zoals beloofd gingen we hier vandaag bekendmaken wie de individuele en team challenge heeft gewonnen van de Moremo Challenge. Daarvoor gaan we beginnen met de individuele uitslagen. En op een tweede plaats is gekomen Adrie Roetman van WCW Wilsum in Nederland. Adrie, gefeliciteerd. Jij wint dit fantastische jersey van de Amstel Gold Race. En dan gaan we heel snel door naar de nummer 1. De nummer 1 en de winnaar van de VIP tickets voor de Amstel Gold Race 2020 is gewoon Dominique Reinders. Uit Luxemburg. Dominique, gefeliciteerd. Die VIP-tickets voor de Amstel Gold Race komen jouw kant op. En dan gaan we nu door naar de Team Challenge. De uitslag van de Team Challenge. Daar zijn maar liefst 3 prijzen te verdelen. We beginnen natuurlijk met de 7 Milremo Amstel Gold caps die we net onthuld hebben. Daarna hebben we 7 van deze fantastische trico's. En de hoofdprijs is natuurlijk de 7 startbewijzen voor de Amstel Gold Race zelf. Ja, dan gaan we naar de uitslag. De nummer 3. RCC, dat is de Rafa Cycling Club. Met kopman Neil Duffy, helemaal uit de UK. Jongens, gefeliciteerd. Jullie hebben de 7 Moremo Cycling Caps gewonnen. De tweede plek. De trillende spraken uit Kerkdriel met kopman Arno van der Laan. Jongens, gefeliciteerd. Jullie krijgen zoals gezegd deze trico opgestuurd. En ja, dan kan er maar 1 de winnaar zijn. En dat is geworden DTS Zaandam met kopman Lucas van Hemert. Jongens, jullie winnen de 7 deelnemingsbewijzen van de tourversie van de Amstel Gold. Gefeliciteerd. Heel veel succes volgend jaar. Dit waren de hoofdprijswinnaars in zowel de individuele als de teamcategorie. We willen de ruim 26.000 deelnemers hartelijk danken voor hun deelname. En we willen de bijna 20.000 finishers feliciteren met natuurlijk hun Moremo badge. Jongens, gefeliciteerd. Wil jij ook op de hoogte blijven van alle leuke challenges en updates? Word dan vooral even lid van onze Strava Club. Blijf vooral fietsen jongens en dan hoop ik jullie te zien bij de volgende challenge.